zijn nu met de U13. En die krijgen vandaag mijn eerste kans om meteen voor het kampioenschap te spelen. En dat is wel heel mooi. De U14 kunnen vandaag hun seizoen bekronen met een kampioenstitel. Dus er ontbreekt nog één klein kerstje op de taart. En dat gaan ze vandaag proberen erop te zetten. Ja, ik moet toch wel toegeven dat er wat zenuwen in de kleedkamer zijn. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij de jongens. We hebben de afgelopen weken wel gefocust vooral op het plezier. Wat nog altijd het belangrijkste is op deze leeftijd bij deze jongens. Maar ik moet toch toegeven dat ze echt wel kampioen willen worden. Het was een moeilijke wedstrijd. Ik kom eerst 2-0 achter, komen terug, maken 3-2. Maken 3-3 en dan was het gewoon volhouden en dat is gelukt. Dus ja, dan zijn we blij. Ja, dat ik die bal had afgepakt en dan de winning goal, zo gezegd, had gescoord. Wat ging er toen door je? Ik was echt blij. Wij wisten dan toen dat wij al kampioen waren, omdat ja, die gingen niet terug twee goals maken in 10 minuten. Ja, geweldig. Je speelt, als je start het seizoen en je wilt maar één ding, dat is kampioen spelen. En als het aan het eind van het seizoen lukt, ja, dan ben je geweldig. Ja.